Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze raadscommissie. Welkom de mensen op de publieke tribune, overvol. Maar u bent het, daar zijn we blij mee. Welkom de mensen thuis voor deze vergadering van 6 juni. Ik heb afmelding ontvangen van de heer Kouwen van CDA en de heer Schuring van de VVD. En we zijn nog wachtende op de Lemelenveld-equipe van het CDA, maar ik verwacht dat die zo binnen zullen komen vallen. Dan kom ik na deze opening. Punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. Er heeft zich één aanmelding is er geweest, de heer Knottes, die in wil spreken op het agendapunt tweede verzamelplan buitengebied, onderdeel Ankemer S. Meneer Knottes, u weet hoe het werkt, u hebt hier eerder gestaan. Maximaal 5 minuten hebt u. Blijft u na die tijd nog even staan, zodat de commissieleden indien nodig u nog wat vragen kunnen stellen. En als u de microfoon aandoet, zou ik u willen vragen te beginnen. Goedenavond, voorzitter, leden van de commissie. Dank dat ik hier vanavond kort mijn zienswijze mag toelichten. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken die ook persoonlijk onder uw aandacht te brengen. Ik ben voorstander van een mooie ontwikkeling van ons buitengebied. U heeft gelezen dat ik eigenaar ben van het perceel Ankemeres 30 en een zienswijze heb gegeven over de plannen Ankemeres 1. Ben ik tegen die plannen? Nee. Waarom dan toch een zienswijze? Nu bouwt men op Ankemeres 1 en dat betekent dat er nieuwe bewoners in een nieuwe situatie in het gebied komen wonen. Maar wanneer ik in de toekomst met plannen kom voor mijn perceel, heb ik er dus een aantal mogelijke bezwaarmakers bij. Daarom heb ik gevraagd of er bepalingen aan het plan kunnen worden toegevoegd, dan wel via het plan in de koopovereenkomsten, dat men in de toekomst geen bezwaar mag maken tegen mijn plannen op mijn perceel. En dat geldt uiteraard ook voor het huidige gebruik op mijn perceel. Kortom, ik wil niet dat ik hinder zal krijgen van de nieuwe bewoners in de omgeving van mijn perceel. En met bewoners begrijpt u ook dat ik bedoel de verkopers en hun adviseurs van de percelen op Ankemeres 1, waarop vernoemd ontwerpplan van toepassing is. Het advies geeft aan dat het juridisch niet mogelijk is om in dit plan tekst op te nemen dan wel in de koopovereenkomsten. Toch doe ik op u als mijn volksvertegenwoordiger een beroep om te bezien of er mogelijkheden zijn mij te vrijwaren van bezwaren tegen mijn huidige en toekomstige gebruik van het perceel. Wellicht kunt u met uw mogelijkheden als raad daarin voor mij als burger een oplossing bedenken. Daarom doe ik een beroep op u om in lijn van mijn zienswijze iets in het plan vast te leggen. U begrijpt dat ik de bespreking straks met belangstelling zal volgen. Wanneer u vragen heeft, wil ik die graag beantwoorden. Ik dank u voor uw spreektijd. Dank u wel, meneer Knottes, voor uw korte inspraak. En ik kijk even de commissie rond. Zijn er nog commissieleden die vragen voor u hebben? De heer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. U noemt plannen die u misschien heeft of in de toekomst hebt. Kunt u daar iets van vertellen wat voor soort plannen wij dan aan moeten denken? Die heb ik ingediend in het derde plan, verzamelplan buitengebied. Dat is voor de 23e ingediend. Even kijken, dank u wel. Nog meer vragen? Meneer Rooijakkers, D66. Meneer Knottes, ik heb twee vragen. Klopt het dat uw pand zo tegenover nummer 1 ligt? Ja. Oké, nee, dat heb ik even op een kaartje opgezocht, maar dan weet ik even zeker dat u echt een naastliggende pand hebt. Want je zou kunnen denken, als de andere kant van de Ankemer S ligt, dan heb je een ander verhaal. Begrijp me goed, in de 45 jaar is nog nooit een verkeerd woord met de buren geweest. Dus, Nee, dat is ook helemaal niet een punt. En een tweede vraag was, op welke wijze dat u kennis heeft genomen van de plannen? Is de ontwikkelaar van de plannen bij u langs geweest? Ik ben in eerste instantie geweest toen de aanvang was. En heb ik de plan bekeken en toen later realiseerde ik me. Ja, er zijn een aantal voorbeelden te noemen in Dalfsen waar het allemaal nog misgaat. Je hebt het hotel aan de Koesteeg. Je hebt daar schuinting over een boerderij die afgebroken is al 15 jaar geleden, waar nooit gebouwd is vanwege bezwaren. En zo zijn er mogelijk nog wel wat. Toen denk ik, ik moet wel alert zijn.
Want anders gaat het in de toekomst niet. Dat snap ik, maar mijn vraag was, hoe bent u erachter gekomen dat er plannen waren? Nou, er is ook een bord aan de weg gekomen. En ik ben ook uitgenodigd geweest. Duidelijk, denk ik. Nog meer vragen? Nee? Meneer Knotters, dank u wel. U kunt gaan zitten. Oké. Als vierde punt komt gelijk dit punt aan de orde zo dadelijk. En na de tijd maken we even ruimte, zodat u kunt vertrekken. Ja. Nou, hij heeft al kenbaar gemaakt dat hij wil vertrekken dus. Bij deze wil ik mevrouw Rauwman en de heer Lochtenberg welkom heten. Ook aanwezig in de vergadering. En gaan we met agenda, vaststelling agenda. Ik wil de agenda handhaven zoals die voor ligt. Of u moet daar anders over denken. Kijk even rond. Ik zie geen reactie. Dus dan is de agenda als dusdanig. En gaan we met punt 4 van de agenda beginnen. Tweede verzamelplan buitengebied. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend besluitvormend. Van de raad wordt gevraagd om het tweede verzamelplan vast te stellen voor het buitengebied. Het omvat 8 ontwikkelingen. De zienswijzen gaan over 2 van die ontwikkelingen, namelijk de Korenweg en de Ankermer S, waar ook op ingesproken is. Er zijn nogal wat stukken die hierbij horen en niet alles kon op het ris worden gezet. De bijlagen op de toelichting en de regels van het bestemmingsplan zijn te groot, maar ze maken wel onderdeel uit van de besluitvorming. Digitaal zijn ze te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Tot slot, er is een geheimhouding opgelegd op de planschade-risicoanalyse. Als de raadscommissie hierover wenst te spreken, moeten we dit in beslotenheid doen. Als dat het geval is, stel ik voor dat we dat aan het eind van de vergadering doen. Maar ik hoor straks wel of daar behoefte aan is. Mevrouw Van Dam schuift aan als ambtelijke ondersteuning. En ik wil dit in 2 ronden gaan behandelen. Informatieve ronde en daarna opinierende ronde. Wie mag ik in de informatieve ronde als eerste het woord geven? Meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Ik heb één vraag. U hebt de ambtenaar vanmiddag al even gesproken. En er blijft één vraag wat ons betreft open. En over, dat heeft te maken met Den Hulst 20, waar camperplaatsen worden gerealiseerd. Wij vroegen ons af hoe de afwikkeling van het verkeer daar op die plek gaat. En de ambtenaar zal er nog even naar kijken. Misschien dat dat ondertussen helder is. Dank u wel, meneer Nijburg. Ik kan nog even verder. Meneer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Ik heb 2 vragen. De eerste heeft betrekking op de Korenweg 1. Daar zijn zienswijzen ingediend. Die zijn ook keurig weerlegd. Dat is één punt waar ik nog wel een vraag over heb. Dat is zienswijze 4.7. En dat betreft de kleur van de bestaande loods. En het kan niet als verplichting opgelegd worden om daarin een uitstraling te verbeteren, omdat die loods er al staat. Maar is er op dat punt nog overleg met de initiatiefnemer geweest? En de tweede vraag, die sluit eigenlijk aan bij de inspreker. Het plan van de heer Knotters, dat wordt meegenomen in het derde verzamelplan. Kunnen wij daar op het RIS nog iets aan informatie van krijgen wat dat inhoudt en of dat ook nog effect kan hebben op het tweede verzamelplan? Dus als we dat nog voor de raadsvergadering kunnen verkrijgen, dan graag. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een soortgelijke vraag als die ik aan de inspreker heb gesteld en dit keer aan de wethouder. Of dat de gemeente initiatief heeft genomen om met de buren van Korenweg 1 met name en ook van Ankermer S1 contact op te nemen over de plannen. Proactief dus, voordat ze gingen inspreken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, ik sluit even aan bij de vraag die ook al door meneer Hof is gesteld. In de noden van zienswijze staat het een en ander beschreven rondom het bezwaar zoals hier vanavond ook weer verwoord zijn door de inspreker. Maar daar blijkt nergens uit dat er ook al een plan was ingediend voor het perceel er tegenover. Dat horen we nu.
Dus mijn vraag zou zijn, ik vind op name de uitleg zoals die in de nodige voorzienswijze staat vermeld ten aanzien van het bezwaar, die klopt voor zover ik kan zien, daar heb ik geen opmerking over. Maar ik vroeg me even af of en in hoeverre het feit dat nu het plan is ingediend daar mogelijk nog verschil gaat maken. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, geen aanvullende. Dezelfde kwestie die genoemd is door gemeentebelangen als door de Partij van de Arbeid, wil ik me bij aansluiten. Duidelijk. Even kijken, hebben we iedereen gehad? Meneer Agricola, aan u het woord voor de beantwoording van de vragen. Ja, dank u voorzitter. De vraag van de ChristenUnie over de camperplaats aan de Hulst, kan ik u zeggen, er wordt een keerlus op het terrein gemaakt. Dus op die manier wordt ervoor gezorgd dat de verkeersafwikkeling op een juiste manier gaat gebeuren. Dan de gemeentebelangen. De loods aan de Korenweg. Die heeft een afwijkende kleur. Er wordt gesproken om deze eventueel donkergroen te maken. En de eigenaar van de loods is bereid om die loods een nieuwe kleur te geven. Vraagt u of de raad de plannen van de heer Knotters die hij ingediend heeft voor het derde verzamelplan op voorhand mag inzien. Nou, ik kan geen bezwaren denken dat we dat u niet zouden geven. Dus dat willen we u niet onthouden. Dus dat willen we wel bij u als raad doen toekomen. D66 is er ook gesproken met dus de omwonenden van de plannen. En met name geeft u aan Korenweg, aan Cambres. Bij al deze plannen die ingediend worden, wordt vaak van gemeentewegen tegen de initiatiefnemers dus gezegd van dat het raadzaam is om de buren in te informeren over de voorgenoemde plannen. En voor zover mij bekend is, hebben beide initiatiefnemers hebben de omwonenden geïnformeerd. Dan het plan van Knotters komt ook bij de Partij van Arbeid bij spreken te vragen. Nou, het verschil, het plan wat de heer Knotters heeft ingediend, dat zal ook richting u komen. Maar niet alleen naar de beide fracties, maar naar alle fracties. Voorzitter, dat waren de antwoorden op de vragen. Dank u wel, meneer Griekela. Vraagt dit nog verdere vragen? Meneer Wildvank. Moet ik het antwoord van de wethouder zo duiden dat hij eigenlijk zegt van nee, het maakt geen verschil, want dat was even mijn vraag. Als dat zo is, dan snap ik het helemaal om, maar dat wil ik wel even uitgesproken hebben. Meneer Griekla. Hij zegt van, de beide plannen hebben geen invloed op elkaar. Duidelijk. Meneer Nijburg van de ChristenUnie. Aanvullende vraag, voorzitter. Naar aanleiding van vragen die al zijn gesteld over het informeren van omwonenden. U zegt, ja, we stimuleren mensen om dat door te geven aan de buren. Maar zou de gemeente dat niet zelf moeten doen? Want dat is wat ik achter de vraag ook verstond. Moet de gemeente zelf niet proactief aan de slag? Enige tijd geleden in deze raad is met name hetzelfde onderwerp aan orde geweest. En toen heb ik u toegezegd dat wanneer er plannen zijn dat de gemeente de omwonenden zou informeren. Dit traject liep daarvoor al. Dus wat dat er gaat, zullen wij de omliggende bewoners als gemeente actief gaan benaderen en informeren dat de initiatiefnemer plannen heeft. Maar in dit geval is dat niet gebeurd en dit liep al ongeveer anderhalf jaar met name. En nadat, en dat met name het punt Bontekamp, wat toen heel prominent aanwezig is geweest, en nadien heb ik u toegezegd dat wanneer de plannen zijn, dat wij de omwonenden zullen informeren. En dat gaan we ook doen. Dank u wel, meneer Griekela. Dan denk ik dat we over kunnen gaan naar het opinierende gedeelte van dit agendapunt. En wie mag ik als eerste vragen de opinie uit te spreken? Niet allemaal tegelijk, mensen. Meneer Hof,
Gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Ik wil het spits wel afbijten. Tweede verzamelplan buitengebied. We hebben het bij de eerste ook al gezegd. De aanpak die spreekt ons aan. Het is nog een beetje verfijnd. Plannen die ervoor in aanmerking komen kunnen op een goedkopere, effectievere werkwijze afgewikkeld worden. En wat ik een prettige bijkomstigheid vind, is dat zien we nu ook weer, dat er een actualisatie van wat kleine, ik noem het maar even, technische reparaties gemakkelijk uitgevoerd wordt. Dus dat spreekt ons zeer aan. We wachten nog even de aanvullende informatie af van de plannen van de heer Knotters, maar voor zover we het nu kunnen overzien, kunnen wij wel instemmen met de voorstellen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Ja, voorzitter, wij stemmen ook in met de plannen. Al willen we die streep wel graag zetten, ook onder die communicatie, dat dat volgende keer echt wordt meegenomen, maar wordt uitgevoerd. En voor de rest zijn we ook wel content met deze plannen. Meneer Wildvank, Partij van Arbeid. Ja, ook wij zijn in beginsel van plan om in te stemmen. Ik heb even hetzelfde voorbeeld wat de heer Hof ook al maakte. Even zien wat er nou in die ingediende plannen staat. Maar voor zover ik het nu kan overzien, lijkt het een prima plan. De opzet van zo'n verzamelplan lijkt ook goed te functioneren. Dus daar zijn we ook wel blij mee. En nogmaals, even behoudens de informatie die we dan nog krijgen, zijn we nu voornemens om in te stemmen. Meneer Rooijakkers, D66. Voorzitter, er was nog een vraag die ik, waar ik niet aan toe was gekomen, die ik vergeten ben. Het ging over of deze nieuwbouwwoningen die in het kader van die rood voor rood regeling worden gebouwd, of dat er dezelfde milieueisen aan worden gesteld als aan andere nieuwbouwwoningen. Dat is vraag nummer 1. En vervolgens wil ik toch even gaan checken of dat de omwonenden bij die percelen die ik heb genoemd, of dat die ook op de hoogte zijn van deze plannen. En ja, dat is toch dan een opinierende. Ik vind het jammer dat na de discussies die we hier verschillende keren in de raad hebben gehad, de gemeente toch niet het initiatief heeft genomen. Want je kunt wel zeggen, ja, dat liep toen allemaal al. Maar je had ook gewoon kunnen zeggen van nou, we gaan dat gewoon doen. Dan had u hier kunnen zeggen, de gemeente heeft contact gehad. Dat lijkt me veel eenvoudiger. Daar wil ik het even bij laten. Maar ik ga het wel even controleren als u het goed vindt, voorzitter. De vragenronde was voorbij, maar het was vandaag mooi weer, meneer Rooijakkers. Meneer Agricola, wilt u daar nog even op informeren? De vraag heeft de heer Rooijakkers of de milieueisen van nieuwbouw hetzelfde zijn als... Dit is van de milieueisen die gelden voor iedereen. Die gelden voor iedereen hetzelfde, dus er wordt geen onderscheid gemaakt. En omwonenden op plannen. Ik weet met name dat de ANKMRS, dat daar is over gesproken, ook over de plannen. Wij spreken die eventueel de heer Knotters zou hebben. Maar in geval van wat van plan de heer Knotters zou hebben, ik heb ze nog niet ingezien. Maar met name de heer Knotters heeft zeer zeker contact gehad met de buren en met dus de adviseur van de buren over zijn plannen. Uw opinierende gedeelte hebt u ook gehad, meneer Rooijakkers, of wilt u die nu doen? Bedoelt u of ik voor of tegen ga stemmen? Dat laat ik afhangen van de antwoord op die vraag, maar in beginsel wel. Voor. Antwoord op de vraag wat de plannen van meneer Knotters zijn. Nee, of dat met de omwonenden contact is opgenomen door de initiatiefnemers. Welke initiatiefnemers bedoelt u? Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van de ANKMRS, of dat die met de omwonenden contact hebben gehad. Dat wil ik even hier en daar nog controleren, want de gemeente zegt, wij hebben het niet gedaan, wij hebben het niet geïnitieerd, wij hebben het alleen aan de projectontwikkelaar overgelaten en hem vriendelijk verzocht om het te doen. Duidelijk. Meneer Lochtenberg. Dank u, voorzitter. Ja, ook wij zijn enthousiast over deze wijze van verzamelen van plannen. Het levert een mooie verzameling van diverse aanvragen, totaal verschillend van aard. Met betrekking tot de Korenweg, even de opmerking dat het plan past binnen de bestaande ruimte en regels en de zienswijzen die lijken netjes beoordeeld en beantwoord, waarbij wel opvallend is dat er van de directe buren geen zienswijze bij is.
Wel bekroop ons de gedachte dat weliswaar geen bestemmingsplan kwestie is, maar dat de reacties van de omwonenden die gereageerd hebben, die betreffen het geluid en met name de beperking van het geluid. En dan gaat het niet zozeer om het bestemmingsplan in dit geval, want dat past wel binnen de regels, maar het gaat meer om de milieuvergunning. En we vragen daar toch even aandacht voor, met name wat is daar nou toegepast aan milieudemping? En ook even aandacht voor of dat hele effect van een geluidswand bijvoorbeeld niet teniet wordt gedaan doordat je aan de andere kant van het geluid een hele hoge berg van het product hebt liggen. Maar dat is een milieuvergunning kwestie. Ankem S lijkt een mooi plan. Ook daar willen wij eventjes afwachten hoe of het plan van de heer Knotters daarin of bij past. Of dat het elkaar gaat bijten of niet. In de algemeenheid kunnen wij zeker instemmen met dit voorstel. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Alles samenvattend is iedereen eigenlijk wel akkoord met het plan. Zegt het ChristenUnie, die doet nog een extra streep onder de communicatie, om daar aandacht voor te hebben. En CDA vraagt aandacht voor het milieu en het geluid in dit plan. Maar voor de rest is het grootste punt eigenlijk dat de meeste partijen willen inzien hoe het plan van de heer Knotters aan de Ankomen S30 eruit zal zien. Toch wil ik voorstellen om dit als agendapunt of akkoordstuk door te doen. En mocht u naar aanleiding van het plan van de heer Knotters toch nog opmerking willen maken, dan is dat alsnog mogelijk in de raadsvergadering. Akkoord? Dan sluit ik bij deze agendapunt 4 af. We gaan verder met agendapunt 5. Stimulering startende ondernemers. Ook hier is de verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Ook dit stuk is voorbereidend, besluitvormend. Van de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de notitie, om zorg te dragen voor goede voorlichting, maar om verder geen aanvullende maatregelen te nemen voor het ondersteunen van startende ondernemers. Ik wil dit ook in twee ronden doen. Informerend en opinierend. En ik wil dan ook beginnen met de informerende ronde. En wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk één vraag. Allereerst bedankt voor de stukken. Duidelijk omschreven en goed om te lezen. Kan de wethouder ons aangeven wat de provincie besloten heeft om te doen met het project Ik Start Smart? In de stukken werd aangegeven dat er in mei een beslissing zou vallen over verlengen of niet. En wat is de uitkomst daarvan? Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Uitslag van CDA, sorry. Moet ik even voorzeggen. Dank u, voorzitter. De vraag van mijn fractie is of de starters en stoppende starters ook betrokken zijn bij dit onderzoek. Met andere woorden, met de keuze om te bekijken wat er gebeuren gaat. Of daar ook aan de markt gevraagd is. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Ja, ik wil een vraag stellen, maar ik moet hem heel kort iets inleiden. Dus dan heb ik gelijk mijn opinie er ook al bij, hoor. Maar ik zal het heel kort houden. Het document levert een heel mooi overzicht op. En het eigenlijke voorstel is om niets aanvullends te doen. Het er dus bij te laten. Nou, de vraag die we daarbij hebben is in eerste instantie, ja, vindt u college dat dat kan? Ja, kun je zeggen, is een open deur, hè? Want natuurlijk vindt u dat het kan, anders had u het stuk niet ingediend. En daar zou ik dan graag de aanvullende vraag die ik daarbij heb is, zou u zich kunnen voorstellen dat we toch iets van een voorziening bedenken? Want een van de grote problemen voor starters is het om die eerste periode door te komen. Dan zou het kunnen helpen als je in die aanloopfase, zeg 6 maanden, iets kan doen, in welke vorm dan ook, om die eerste 6 maanden door te komen. Zou u bereid zijn om daar toch nog eens over na te denken? Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Onze vraag, we hebben er één, ligt een beetje in het verlengde van de vraag van de heer Wildvang. En onze vraag is eigenlijk, welke doelstelling heeft het college uit haar eigen bestuursprogramma gelezen met betrekking tot dit onderwerp? Dank u wel, meneer Nijkamp.
Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eens met de heer Wildvang dat het een notitie is die een heel goed overzicht geeft van allerlei regelingen en mogelijkheden. En zelfs doorklikbaar en gemakkelijk bij allerlei websites komt. Dus ik denk dat deze notitie op zich voor starters ook al een goede hulp kan zijn. Ik heb nog een paar vragen. Dus het is een mooi overzichtje van het aantal starters en actieven per jaar. Is dat ook in perspectief te zetten met andere gemeenten van onze omvang? Want ik vind dat die getallen in zijn isolement soms niet zo heel erg veel zeggen. Dan een tweede. Er is een ondernemershuis voor het Vechtdal. En op dit moment maken er maar 2 ondernemers gebruik van de diensten. Heeft dat misschien iets te maken met de psychologisch misschien grotere afstand naar Hardenberg dan naar Zwolle? Is daar onderzoek naar gedaan? En zou het misschien voor onze ondernemers mogelijk zijn om ook in Zwolle dergelijke diensten op te halen als ze dat zouden willen? En een derde vraag is, we hebben dat ondernemershuis voor het Vechtdal samen met Olm en Hardenberg. Maar er ligt hier een notitie van Dallassen. Hebben wij ook met Olm en Hardenberg bijvoorbeeld, misschien zelfs ook met Zwolle, gesproken over deze problematiek en over eventueel een gezamenlijke aanpak van dit probleem? Want het is natuurlijk niet helemaal beperkt tot de gemeente Dals. Het is zo'n iets bredere problematiek. Dat was het. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Griekelaar. Ja, voorzitter. Om met de vraag te beginnen van gemeentebelangen met het project X-Start Smart en die zit hoe daarmee verder. Ik kan u zeggen dat woensdag daar een voorstel ligt in de Staten en het voorstel behelst om dit door te zetten tot en met 2019. Daarnaast maakt het onderdeel uit van het totale budget van het versterken van MKB en ondernemerschap. Daar is totaal voor gereserveerd. Dat ligt in staat voor 8,9 miljoen. En waarvoor 1,37 miljoen uit is getrokken voor de financiering. Dus dat in grote lijnen. Dan de vraag van zijn starters en stoppende ondernemers ook betrokken bij het onderzoek? Daar moet ik u helaas het antwoord schuldig blijven. Daar kan ik u geen antwoord geven. Dat is niet bekend, maar daar zal ik schriftelijk op terugkomen. De heer Wildvang vraagt, zijn er voorzieningen te bedenken om de ondernemers de eerste 6 maanden door te komen? Overal zijn voorzieningen voor te bedenken, meneer Wildvang, maar zou u het moeten willen? Er zijn met het hele gebeuren wat dus betreft ondernemershuizen in de provincie Overijssel en dan is het voor ons Hardenberg en Zwolle. Er zijn heel veel vangnetten. Moet je dan daarnaast nog iets nieuws op gaan zetten? En wat dat er gaat, er is ook een financieringsconstructie voor die starters en de ondernemingen en dat is natuurlijk niet iets wat de zomer is. Dus volgens ons zijn binnen de bestaande regelingen genoeg mogelijkheden en vangnetten die bij spreken die hierin voorzien. Dan de ChristenUnie, van welke doelstellingen heeft gelezen getrokken uit? En dan moet u me nog even helpen, meneer Nijkamp, hoe bedoelt u dat precies? Dit is, als ik het wel begrepen heb, een opdracht uit het bestuursprogramma. Dat klopt. En dat is van het college zelf. Ja. En wij zaten ons af te vragen, van, daar staat wel een passage, maar welke doelstelling hebt u nou zelf voor ogen met de uitvoering van dit onderdeel binnen het bestuursprogramma? Wat het college voor ogen heeft is startende ondernemers of mensen die een onderneming willen starten een steun in de rug te geven. En die steun in de rug die kan heel breed zijn. Dat kan financieel, dat kan coaching, begeleiding, wegwijzen in het hele gebeuren. Dat heb je ook in een stuk kunnen lezen dat op vele fronten
willen we graag ondernemers, of jonge mensen, of oudere mensen die een onderneming willen starten, met name mee aan de hand nemen, dit pad op, om, wij spreken, dat zij voldoende begeleiding krijgen en met name ook de juiste plek kunnen komen voor financiële ondersteuning. Want een onderneming opzetten is niet zomaar iets, dat is ook een heel proces en belangrijk is dat daar voldoende begeleiding bij is, voldoende begeleiding en coaching. En natuurlijk hoop je dat die startende ondernemers doorgroeien tot volwaardig ondernemers, maar we weten allemaal dat dat niet een eenvoudige zaak is. Dus kortom, de opdracht lag vanuit het bestuursprogramma, wij zijn er ingedoken en ik hoop van het is heel breed palet wat er bij spreken aan mogelijkheden die deze mensen ten dienste staan. En toen hebben wij ook de conclusie genomen, het is niet wenselijk om als gemeente Dalfsen er nog een apart kies naast te zetten. Want dan ga je ook dingen zelf doen en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dan D66, ja, de cijfers inspectief, hoe zit het met andere gemeenten? Ja, hoe dat met andere gemeenten zit, meneer Rooijakkers, daar kan ik u geen antwoord op geven. Dat weet ik niet. En dat ondernemershuis, ja, de mensen hebben een keuze om met het ondernemershuis van Vechtdal in zee te gaan of het ondernemershuis in Zwolle. We zien met name dat de mensen vanuit de gemeente Dalfsen heel veel op Zwolle gericht zijn. En ja, er zijn bij spreken twee startende ondernemers die zijn met het traject bezig. Ja, wij proberen dat aan alle kanten. Proberen wij dus mensen wel toe te bewegen, met name om gebruik te maken van het ondernemershuis. Maar in ieder geval van, we zien dat het niet altijd gebeurt. En dit hele traject, u vraagt ook, is er overleg met Hardenberg en Zwolle, met Hardenberg of Hardenberg en Ommen, met Hardenberg en Zwolle, maar sorry, met Hardenberg en Ommen, maar ook met Zwolle is veelvuldig overleg over dit gebeuren. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Griekela. Zijn er nog aanvullende vragen naar aanleiding van de beantwoording? Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Dat was naar aanleiding van de opmerking dat er overleg was. Maar betekent dat dan ook dat bijvoorbeeld de gemeente Ommen en Hardenberg een soortgelijke notitie hebben? Dat ze ook zeggen, behalve wat er al is, doen we verder niks bijzonders? Meneer Griekela. Mij niet bekend, meneer Rooijakkers. Meneer Wildvank. Ja, ik zit nog even de kou op het antwoord van de wethouder op de vraag of er wellicht toch iets in de sfeer van ondersteuning tijdens de eerste 6 maanden zou moeten komen. Hij zegt van ja, er zijn allerlei financiële regelingen al. Misschien heb ik het niet goed gelezen, maar ik ben niet veel verder gekomen dan het feit dat er sprake is van een soort bijstandsverlening voor die groep die het niet haalt. Dus dat is meer een soort wegpoetsen achteraf. Ik heb nog niet zomaar kunnen vinden of er ook mogelijkheden zijn, en dan noem ik het toch maar even in de vorm van een soort inkomensondersteuning voor de eerste 6 maanden, om gewoon los van hetgene wat je allemaal nog hebt te doen, daar geen zorg over te hoeven hebben. Ik kom het niet zomaar tegen. Ik zie wel nogmaals bijstandsmogelijkheden voor die jonge en nieuwe ondernemers die in de problemen komen, maar de financiering vooraf of de ondersteuning in die eerste fase ben ik nog niet tegengekomen. Maar nogmaals, ik hoor het graag even. Wij zien momenteel dat, en vooral de laatste jaren, dat veel mensen die dus hun baas zijn kwijtgeraakt, zijn begonnen met een onderneming. En die mensen, die hebben genieten ondersteuning van het UWV in een bepaalde periode bij dus het opzetten van hun bedrijf. En daar zijn ook trajecten van een half jaar tot een jaar dat die door het UWV worden ondersteund. Dank u wel voor uw antwoord. Kijk even rond. Nee, dan wil ik overgaan naar het opinierende gedeelte. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Schuurman, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Wij ervaren dat de gemeente Dalfsen een proactief beleid voert voor ondernemers en vinden dat ook heel belangrijk. De groep starters is een groep die een prominente plek verdient hierin. Wij vinden het belangrijk dat we hier ook aandacht aan blijven besteden in de komende tijd. Het is belangrijk dat starters een plek hebben waar ze met hun vragen terecht kunnen. Kennispoort en ondernemershuis zijn daar goede plekken voor.
En we horen hier ook goede geluiden over, dus alleen maar positief. Wat we wel als aandachtspunt willen meegeven, is dat er geen fysieke plek in de gemeente Dalfsen is. Eigenlijk aansluitend op wat de heer Royaks net ook aangeeft. En dat brengt toch het gevaar met zich mee dat starters eventueel zouden kunnen besluiten om niet te starten in de gemeente Dalfsen, maar overwegen om naar een andere gemeente te gaan die misschien wat actiever is of wat meer slapers te houden. We zeggen hiermee niet dat we direct een fysieke plek willen hebben in de gemeente Dalfsen. Maar we vinden het wel belangrijk dat er bijvoorbeeld informatieavonden worden georganiseerd. Proactief als college en als gemeente naar buiten komen bereik je dat je ziet dat Dalfsen een plek is waar het goed wonen en ondernemen is. Informatie moet goed te vinden zijn op onder andere onze website. Ik heb vanmiddag nog even gekeken, maar eigenlijk zou het mooi zijn als ik wil starten met een onderneming. Waar kan ik de informatie vinden? Dat zijn dingen waar je mensen mee kan helpen. Het weghalen van drempels. Ook zou het een idee kunnen zijn om informatie te verstrekken aan ondernemersverenigingen, administratiekantoren en accountants, zodat ook daarmee dat je nog duidelijker laat zien dat je als gemeente er bent voor de starters. We hebben wel begrip voor het feit dat er geen kredieten worden verstrekt door de gemeente. Want naast het feit dat het extra kosten en risico's met zich meebrengt, is het zo dat er op dit ogenblik echt een flink aantal marktpartijen zijn die dit goed verzorgen. En wat ons betreft moet de gemeente geen concurrent worden van deze bedrijven. En heeft de gemeente een faciliterende rol. Ondernemers zijn heel belangrijk voor onze gemeente en het is zeer belangrijk dat we die drempels dus zoveel mogelijk weghalen. Het starten van een eigen bedrijf is een spannende onderneming en de gemeente kan helpen om de weg te wijzen om te grote hindernissen te vermijden. De gemeente moet stimulerend werken en zolang starters niet vertrekken naar een andere gemeente kunnen we ons prima veel vinden in het voorstel. En wens het college veel succes hiermee om dit de komende periode door te doen. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan het college voor een notitie met mogelijkheden voor financiering. Die ondernemers geboren zou kunnen gaan worden. Want ook wij hechten erg aan het stimuleren van bedrijvigheid en daarmee is ook werkgelegenheid. Het staat niet voor niks in het coalitieakkoord. Daar hebben we een behoorlijke tekst aan gewijd dan toch. Heb ik daarbij gezegd dat het belangrijk vindt dat de gemeente stimulerende maatregelen neemt en dat we daar een actieve rol in nemen als gemeente. En als de notitie zo lezen, dan komt bij ons het gevoel wel dat stimulering slechts beperkt wordt tot financiering. Hè, want daar wordt vertaald. Dat gaan we dus niet doen. Nee, wellicht zijn er voldoende maatregelen. Maar om dat te kunnen bepalen, is het wel belangrijk om te weten hoe recente starters dat ervaren hebben in onze gemeente. En als je naar het lijstje kijkt, zijn er nog best wat. Dus dat is best een steekproef uit te halen. Want ik zie hoeveel er gestart zijn en hoeveel er ook gestopt zijn. Dan is dat misschien wel een veel wijzere les te trekken, of in ieder geval ook, om eens te kijken van waarom zijn ze gestopt. Was er gewoon het product wat ze bedacht hadden niet goed, of kon het gewoon niet bolwerken en hebben ze de aanloopkosten waar de heer Wildvank op hikt, op doelt, hebben ze die niet kunnen overbruggen. Zo zijn er een aantal elementen die echt belangrijk zijn om te weten voordat je kunt bepalen welk instrument je in wilt zetten. Of financiering of voldoende is, of dat informeren voldoende is, of dat informeren niet voldoende gebeurd is. Allerlei smaak hebben we, maar om nu te zeggen, actief hebben we vertaald naar informeren en dat doen we desgevraagd, is onze fractie, is mijn fractie wat te kort door de bocht. Daarbij missen we ook echt de inbreng van ZP Dalfsen. Ik kan me voorstellen dat die, nou is dan toch een soort brancheclub of verzamelclub, die zichzelf een beetje aan het organiseren is, bevraagd wordt op waar zouden zij op kunnen helpen. Dat is volgens mij zelfs een beetje geholpen door de gemeente. Dus we doen wel iets meer. Maar het staat hier niet in. Hè. Dus misschien is de notitie niet volledig genoeg. Misschien is deze net over de kop gezien. Maar ik zou er namens de CDA voor willen pleiten om eerst eens te bevragen en te onderzoeken waar de behoefte is. Waar tekortgeschoten wordt door de overheid. En om dan pas met een conclusie in de raad te komen wat we gaan doen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben niet voor niks de vraag gesteld van wat nou de interpretatie was van de opdracht die het college zichzelf heeft gesteld.
En daaruit blijkt een gezonde ambitie, dat is namelijk de starters nu en in de toekomst goed op weg helpen en tot een succesvol bedrijf te laten ontplooien. Maar als je kijkt naar de notitie, lijkt het erop dat we niet verder zijn gekomen dan het uitvoeren van een bureaustudie. Namelijk, welke elementen doen we op dit moment? Maar in welke mate er behoeften zijn bij die starters, in het verleden, nu en in de toekomst, daar is geen enkel beeld van gecreëerd. En als je een aanbod wil neerzetten, moet je wel eerst weten wat de vraag is. En wij missen dus ook echt, en dat blijkt ook uit de beantwoording van de wethouder, het contact met die doelgroep. Wie waren nou de primaire mensen of ondernemers voor die doelgroep? Dat waren die starters. Maar daar is niet mee gesproken, voor zover bekend. Staat in ieder geval niet in de notitie. En dat vinden we wel echt een gemis voor deze notitie. Want op zich, qua aanbod, hebben we blijkbaar vrij veel in huis. Maar we veronderstellen dat dat genoeg is. Maar we weten het niet. Dus we missen het contact met de starters, we missen het contact met de brancheorganisaties, met de Kamer van Koophandel, met omliggende gemeenten. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, is het wat ons betreft onvoldoende om hier in mee te gaan, althans om deze conclusie te delen. Want eigenlijk is die nergens op gebaseerd dat we voldoende doen. Dus onze oproep zou zijn om deze notitie mee terug te nemen en de volgende keer inclusief een aantal aanvullende onderzoeken, zeker ook met die doelgroepen, en dan weer terug te komen eens kijken van waar de gaten zitten en hoe we dat kunnen vullen. Dat is wat ons betreft de mening over dit voorstel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Vosvank, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, ik sluit me graag aan bij het CDA ChristenUnie over de volledigheid van de notitie. Met name ook de betrokkenheid van de groepen ZP, Dalfsen. Het lijkt een goed idee om dat nog wel te doen. En om wat aanvullend onderzoek te doen, daar zou ik ook graag een ondersteuning voor willen uitspreken. Uiteindelijk is het een overzicht van wat er nu allemaal kan. Dus er gaat niks mis als we dit nog even voor ons uitschuiven, want dit kan allemaal al. En we vinden toch uiteindelijk ook wel het wat aan de magere kant te beslissen om niks te doen. Nou, daar heb ik net al iets over gezegd, dus ga ik verder niet dieper op in. Ik ga nog wel even kijken, ik ga me nog wel even verder even verdiepen in de financiële mogelijkheden die er nu zijn voor starters. Daar wordt wat optimistisch over gezegd dat er al heel veel kan in dat opzicht. Ik heb daar wat ander gevoel bij gehad. Ik ga dan nog even uitzoeken of mijn gevoel nou klopt, of dat de stelling hier klopt. Voor het overige moet ik ook wel zeggen dat het een goed leesbare notitie is met een mooi overzicht over van datgene wat er kan. Dus daarvoor echt wel compliment. Maar het is wel aan de magere kant om aan de ene kant te zeggen dat je ambitieus bent en aan de andere kant te concluderen dat je vervolgens niks doet. Althans niets aanvullends doet. Dus ik neem het ook nog even mee terug naar de fractie. Dank u wel, meneer Wilsvank. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik had al gezegd dat ik het een goed leesbare notitie vond, die ook voor de doelgroep mogelijk al interessant kan zijn, met doorklikmogelijkheden naar allerlei websites. Maar ik ben wel enigszins teleurgesteld over de antwoord van het college over mijn vraag, twee vragen. Van hoe zit het in andere gemeenten met starters en stoppers? En de tweede vraag is bekend hoe het bij de omliggende gemeente met wie wij samenwerken in het ondernemershuis, hoe dat deze daar tegenover staan en welke maatregelen die hebben. En op beide kreeg ik een negatief antwoord, respectievelijk dat weet ik niet. Vind ik teleurstellend en dat sluit een beetje aan bij wat ook de heer Nijkamp en de heer Uitslag suggereren. Om toch ook bij de ondernemers zelf te vragen en om daar steekproef te doen. Anderzijds denk ik dat we niet de illusie moeten hebben dat wij als raad en zeker niet als ambtenaren en mensen die ambtelijk denken de echte ondernemers zullen gaan helpen, want die vinden hun weg. Daarvoor zijn het ondernemers en worden het ondernemers. En we willen ze zeker niet opzadelen met allerlei ongevraagde subsidies en regelingen. Maar daarom is het misschien wel interessant om toch het aanvullende onderzoek hier nog een keer te doen. Echte ondernemers komen nog, denk ik, toch wel. En ik ben ietsje minder negatief dan de heer Wildvank over welke overbruggingsregelingen er allemaal zijn voor mensen die met een onderneming starten. En mogelijkheden die er zijn. Maar dat zal dan ongetwijfeld nog volgen uit het onderzoekje, als de wethouder tenminste doet wat ongeveer een meerderheid van de raad vraagt.
U telt goed, meneer Rooijakkers, maar meneer Agricola, ja, de meerderheid van de raad verzoekt u eigenlijk om wat meer informatie. U hebt al een toezegging gedaan dat u schriftelijk terug wilt komen op de vraag van de CDA. Maar men vraagt eigenlijk toch wel wat meer informatie. Wat is de behoefte van de status? Contact met de doelgroep, ZP, Dalsen, stimulerende maatregelen. Mag ik op dit moment even een reactie van u vragen? Dat mag, voorzitter. Ik zal proberen, want ik heb goed naar uw raad geluisterd en ook met name waar u graag een vraag op wilt hebben. Ik zal mijn uiterste best doen om de komende twee weken met extra informatie te komen, zodat u dat bijspreken dat mee kunt nemen in de raad eind deze maand. Dat wil ik gaan proberen. Lukt dat niet, dan zullen u daarvan in kennis stellen. Ja, u gaat proberen om ons van informatie te voorzien. Ja. Lukt dat niet, dan zegt u eigenlijk van dan neem ik het stuk van de agenda. Dan neem ik het stuk van de agenda, want ik vind dat u als raad hier wel overwogen oordeel moet geven. En de meeste fracties hebben allemaal nog vragen van hoe zit dit en hoe zit dat. En ik vind wel dat u daar recht op hebt en dat u daar goed van kennis moet kunnen nemen. Dus ik ga kijken of dat mogelijk is. Ja, de agendacommissie bepaalt de agenda, meneer Agricola. Maar ik weet niet hoe realistisch is het dat u de punten die de verschillende fracties hier genoemd hebben in 14 dagen op tafel kunt krijgen. Eigenlijk binnen een week, want we moeten er ook nog een ei over leggen op uw antwoorden. Dus hoe realistisch is dit? Dat ga ik morgen bespreken met de ambtenaar in kwestie. Akkoord, en dan mag ik aannemen dat morgen dat wij in ieder geval dinsdag of woensdag dan denk ik via de mail agendacommissie overleggen of dit stuk op de agenda blijft, ja of nee. Maar er zal toch een goed antwoord moeten komen als het stuk op de agenda blijft. Dat ben ik met u eens en dat moet ook. Maar morgen ga ik in overleg en we zullen hierover contact opnemen met de Griffie. En dan kan de Griffie in contact met de agendacommissie. Akkoord. Dan houd ik dit stuk op. Misschien toch even, voorzitter. Ik denk dat ik namens mijn fractie, maar misschien wel meer partijen spreek, dat wij liever een uitgebreid onderzoek hebben. In plaats van onder hoge tijdsdruk. In een periode waar iedereen het heel druk heeft. Dus zou ik zeggen, laten we iets meer tijd nemen. Wat de heer Wildvank ook al aangeeft, het brandt niet volgens mij. Alles kan al. Dus we hebben geen echt concrete voorstellen te doen nu. Van hoe stel je voor, anders kunnen ondernemers niet verder. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat we ook tot aan de raad van september. Dat hebben we in één keer enorm veel verlucht gekregen. En dat we dan gewoon weer over praten. Dan weten we zeker dat we goed onderzoek hebben. En dan geeft de wethouder misschien een beetje lucht. Uw reactie? Als uw raad van mening is dat september ook tijdig is, dan kan dat ook. Dat wat dat betreft. Laten we maar afspreken, voorzitter. En met goedvinden van dus ook de agendacommissie dat we het naar september schuiven. Ik kan eigenlijk beluisteren dat ook bij de andere fracties. Ik zie daar instemmend meneer Nijkamp. Wil u nog reageren? Ik ben het eens met uw inschatting dat het schier onmogelijk is om binnen twee weken de vragen te beantwoorden die we gesteld hebben. Maar ja, de wethouder verrast ons vaker, dus ja, je weet het nooit. Maar ik zou september kiezen. U hebt al ingestemd, meneer Agricola. Dit punt gaat naar de agenda van september. Daarmee hebben we agendapunt 5 afgewerkt. Dan gaan we verder met agendapunt 6, kadernota cultuurbeleid. Verantwoordelijk wethouder de heer Van Martels, voorbereidend besluitvormend.
In de lange termijn agenda is opgenomen dat er eind dit jaar een cultuurnota door de Raad moet worden vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat die cultuurnota ook een uitwerking is van de wensen van de Raad, wordt nu een kadernota ter besluitvorming aangeboden. Ik wil dit behandelen in twee ronden, informatief, opinierend, en wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Koetsier van het CDA. Dank u, voorzitter. We hebben één vraag, dat betreft de financiën. Vanuit de media hebben we begrepen dat provincie overweegt om de subsidie voor het evenement Kunst op Straat te stoppen. De vraag is, kunt u aangeven wat daarvan de consequenties zijn voor de gemeente Dalfsen? Tegelijkertijd ook, de ambitie is hoog en hoe staat het sowieso met het budget voor cultuur? Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Dank u wel. Laat ik beginnen met te zeggen dat we het een heel goed stuk vinden. Compliment voor het opgezette proces zoals het beschreven is ook in de notitie. We gaan er wel even gemakshalve vanuit dat het participatieproces wordt opengesteld voor iedereen die zich daar actief voor wil inzetten. Dus niet alleen voor de organisaties die we natuurlijk in dit soort discussies vaker zien langskomen, maar iedereen die dat zou willen. Nou, ons wordt gevraagd om mee te denken over kaders en we willen een paar suggesties meegeven. Er wordt in de soortanalyse die er staat op pagina 10, wordt als zwakte herkend dat er een gebrek is aan verhalen. Terwijl wij nou juist dachten dat het rechtenbreken verhaal nou zo'n mooi verhaal is en zo'n sterk verhaal is. Dus waarom wordt die daar niet in meegenomen? Tweede vraag is, de kunstcommissie lijkt een wat slapend, sluimerend bestaan te leiden. Er is geen vastomschreven taak, het budget is al helemaal wegbezuinigd. Hoe kijkt het college daar tegenaan? Is dit wel een wenselijke situatie die we willen voortzetten? Dan het budget. De ambitie is inderdaad groot. En vervolgens wordt eraan vastgeknoopt dat die wat grotere ambitie toch moet worden vervuld binnen het budget zoals het er ligt. Is het echt onbespreekbaar dat we daar nog eens opnieuw naar kijken? En dan een laatste punt. Dat kwam net ook al even langs, het punt van kunsten op straat. Ons is ter oren gekomen dat aanstaande woensdag in de Staten daarover gesproken gaat worden. In een breder verband overigens, maar dat gaat ook hierover dan. En daar lijkt de mogelijkheid te ontstaan dat dit soort initiatieven beter worden ondersteund. Wij zouden het college willen oproepen, en ik hoor graag hoe ze daar tegenaan kijken, om dat vooral te ondersteunen vanuit de gemeente Dalfsen. Dank u wel, meneer Wildvang. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. We hebben één vraag en die sluit aan bij het eerste punt eigenlijk van de PvdA. En dat gaat over de participatieladder. Heel kort staat er iets beschreven, maar als je die participatieladder erbij pakt, die wordt niet genoemd, maar waar staan we dan en welke keuze is dan gemaakt en waar willen we staan? Daar hoor ik graag van de wethouder meer over. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben 8 vragen. De eerste is dat het hele stuk ademt dat het beleid duidelijk anders ingestoken moet worden. Er gaat meer projectgericht gewerkt worden. In het raadsvoorstel staat zelfs dat er weinig ruimte is voor andere nieuwe initiatieven als we verenigingen en organisaties blijven subsidiëren. Wij kunnen op dit moment niet overzien wat de gevolgen voor onze verenigingen en organisaties zijn als we dit nieuwe beleid inzetten. Kunt u aangeven wat die gevolgen zullen zijn? Wij hebben 4 jaar lang gebruik gemaakt van het cultuurarrangement van de provincie. Daarmee is ingestoken op de samenwerking in het Vechtdal, de week van de amateurkunst en de cursus bestuurlijke vernieuwing. Deze laatste zal worden ondergebracht bij het vrijwilligersbeleid. Maar wat is nu precies het gevolg van het vervallen van deze provinciale bijdrage? De provinciale nota wordt ook rond deze tijd vastgesteld en een van de kaders is dat het beschikbare budget per jaar op hetzelfde niveau blijft als de periode 2013-2016. Hoe zeker is het dat het cultuurarrangement geen vervolg krijgt? Bij de alternatieven wordt gekeken naar het proces, dus het later in de tijd vaststellen van de nota. Wij vinden het inderdaad belangrijk dat de inwoners worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie.
En wij vragen ons af of de vakantie nu zo'n geschikte periode is om te gebruiken voor de inspraakperiode. Waarom valt er gelijk een gat van een jaar als we bijvoorbeeld 1 maand gaan uitstellen? Er wordt gestuurd op samenwerking en dat is natuurlijk prima, maar het is erg gericht op het dorp Dalfsen. Als voorbeelden worden genoemd Proef Dalfsen, Stone Rock, Kunst om Dalfsen, Jazz aan de Vecht, Blauwe Bogendagen. Betekent dit dat er in de andere kernen niets op dit gebied is of wordt er iets gedaan straks voor de andere kernen? Dan zouden we graag willen weten waarom er niet gekozen is om te investeren in nieuwe kunstwerken. En als gemeente dragen we 45.000 bij aan het cultuurarrangement van de provincie. Betekent budgetneutraal handelen dan dat we straks 191.000 plus 45.000 hebben of alleen die 191.000? Waar steekt u op in? De cultuurmakelaar die gaat erg in op de verbinding in het Vechtdal en wij hebben daar 2 vragen over. Zou kunst en cultuur langs de Vecht hier ook bij betrokken kunnen worden? En we vragen ons af of er wel genoeg gedaan wordt aan de verbinding tussen de kernen binnen de gemeente Dalfsen. Tot zover onze vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Snijder. Meneer Rooijakkers, u hebt nog... Ik heb na deze hele rij van vragen heb ik alleen maar ondersteunende opmerkingen hier en daar. Onder andere naar mevrouw Lascher, met de, waar staan we nou, de participatieladder. En voor de rest is het een kadernota. Ik ben vooral met name geïnteresseerd in welke acties en hoe we de doelen willen bereiken die we hebben gesteld. Want dat is natuurlijk in deze notitie nog niet aan de orde gekomen. En daar ben ik het meest benieuwd naar. En ik denk dat verder deze kadernota wel samen met de vragen die nu vandaag zijn gesteld de goede vragen stellen aan degene die straks de kadernota moeten, of sorry, de definitieve nota moeten opmaken. Dank u wel. Meneer Van Martels, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal proberen de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En dan begin ik even met de beantwoording als het gaat over het onderwerp kunst op straat. Ambitie hoog, hoe staat het nu met het budget, wordt gesteld. En dat is de tweede vraag trouwens. Maar kunst op straat, dus even die vraag wil ik als eerste beantwoorden. We weten nog niet precies hoe dat zit. Het is nu momenteel zo dat we zelf als gemeente 10.000 euro per jaar besteden aan kunsten op straat. Eigenlijk moet je dat zien als een geschenk van de gemeente aan de gemeenschap. Zo hebben wij het de afgelopen jaren steeds beschouwd, de afgelopen 9 jaar. En wij als gemeente 10.000 euro per jaar aan in geïnvesteerd. Het is wel zo dat het bedrag relatief nog laag is. Maar dat heeft dan te maken vooral vanwege het feit dat de provincie Overijssel dit project ook ondersteunt. En bovendien, we hebben ook een samenwerking met Zwolle en Oldenzaal. En dat alles met elkaar maakt het dat het bedrag voor 10.000 euro te overzien is. Maar stel nu dat de provincie Overijssel besluit om de bijdrage aan kunst op straat in ieder geval achterwege te laten of helemaal te verminderen. Dan betekent het ongetwijfeld dat wij het bedrag zullen moeten verhogen. Bovendien moeten wij sowieso keuzes maken natuurlijk voor de toekomst. Welke kant willen we uit en willen we kunst op straat nog wel behouden? Daar hoor ik ook graag van uw kant wel het nodige van, want het is wel een gerichte keuze die we moeten maken. En van de andere kant hoor ik van, we moeten ook andere kernen proberen te bedienen. Waarom is het kunst op straat de afgelopen jaren, heeft dat alleen plaatsgevonden in Dalfsen? Waarom laten we het niet in de toekomst ook plaatsvinden in Nieuw-Leuzen bijvoorbeeld? Dat is ook een keuze die we kunnen gaan maken. En om dan bovendien meteen antwoord te geven op die vraag van, zorgen jullie er wel genoeg voor dat er ook andere kernen aan bod komen, aan bod komt? Dat andere kernen in de genoemde lijstje van Jazz aan de Vecht, Stone Rock, enzovoort, enzovoort. Vooral de kern Dalfsen wordt genoemd, heeft het vooral ook te maken dat we in het recreatie- en toerismebeleid, de vrije tijdseconomie, hebben we gezegd van dat we met name de kern Dalfsen willen profileren. En daar heeft het ook mee te maken dat die evenementen ondersteund worden, in het verleden althans. Maar dat is allemaal, wat dat betreft hebben we de keuze natuurlijk om dat in de toekomst te wijzigen. Participatieproject wordt voor iedereen opengesteld, tenminste dat verzoek wordt gedaan. Dat willen we ook graag nastreven. Ik zag ook al zowel bij PvdA als gemeentebelangen even die vraag van in hoeverre zijn we in staat om, zeker nu de vakantie ertussen zit, om die participatie op een goede manier vorm te geven. Nou is het wel zo dat we al aan de participatie begonnen zijn, dus hoever staan we met die participatieladder?
We hebben al in ieder geval met het onderwijs zijn wel volop bezig. En we hebben ook uitgesproken dat wij wel verwachten dat we dan toch heel veel kunnen doen. En dat die notitie, zoals we nu nastreven in december, dat die er moet kunnen komen. Dus daar is alles nog op gericht. Het wordt wel krap, dat geef ik toe. Maar tot nu toe zijn er geen signalen bij mij binnengekomen dat het niet mogelijk zou zijn. Het verhaal van de PvdA over de trechterbekerverhaal. Er staat bij de analyse, bij de SWOT-analyse, dat voor het verhaal nog te weinig aandacht is. Nou, we hebben natuurlijk een fantastisch verhaal in handen, daar ben ik het met u eens. Maar het was wel een zwakte en we moeten dat nog proberen nog beter te benutten. Vandaar die opmerking, vandaar het feit dat het nu nog steeds bij de bedreigingen staat. Opnieuw naar budget kijken. Van alle kanten hoor ik ook van, is dat budget wel toereikend? Afgelopen periode hebben we natuurlijk wel ondervonden dat het heel prettig was dat de provincie via dat cultuurarrangement het nodige aan geld beschikbaar heeft gesteld. Was dat niet gebeurd, dan hadden we niet de ambities die we nog steeds hebben kunnen verwezenlijken voor een deel. Dus het is wel heel belangrijk dat we ook ondersteuning krijgen van de provincie, want anders is dat budget zeker ontoereikend. Maar de provincie, het beleid wordt weliswaar besproken in juni, maar de uitvoeringsnotitie, die zal pas in december bekend zijn bij de provincie. Dus dat duurt nog een tijdje. We weten dus ook niet waar de provincie precies op gaat inzetten. Dat wordt nog even spannend. Maar we hebben dat geld wel nodig, denk ik, om de ambities te verwezenlijken. En alles draait om ambities, het draait ook om keuzes. En dat betekent ook, er wordt gesteld waarom, als het gaat om beeldende kunst, hoe is het met de kunstcommissie en waarom ligt dat een beetje stil? Nou, dat heeft alles te maken dat we niet de keuze hebben gemaakt om extra geld vrij te maken voor de beeldende kunst. Het enige wat we uitspreken is nu dat we de huidige kunstwerken beter moeten gaan benutten in de toekomst. Want een aantal ligt letterlijk nog onder het stof. En daar liggen nog mogelijkheden om dat beter aan het daglicht te laten zien. Dus ik zou graag, dat zijn de keuzes die je maakt in zo'n notitie. Voor beeldende kunst zien wij nu momenteel met het huidige budget geen ruimte om daar nieuwe elan aan te geven. Cultuurarrangement, als dat weg zou vallen, wat zijn dan de consequenties? Nou, de nodige. Hoe zeker is dat het cultuurarrangement geen vervolg krijgt, weten we dus nog niet zeker. Moet nog blijken. Het ligt in veronderstelling, kunnen we uitspreken dat waarschijnlijk het cultuurarrangement nog wel blijft, maar niet dat die financiële middelen die we afgelopen jaren hebben gekregen, dat die in het dat die behouden zullen blijven. Dus dat is even afwachten. Samenwerking vooral in Delft, ja, daar heb ik iets proberen over te zeggen. Maar daar moeten we inderdaad kijken wat de mogelijkheden zijn om andere kernen ook wat beter te bedelen. Die 191.000, is dat exclusief of inclusief het cultuurarrangement? Dat is exclusief het cultuurarrangement. 191.000 hebben we zelf ter beschikking. En die 45.000 voor het cultuurarrangement is de afgelopen periode erbij gekomen. En nu gaan we dus uit van de 191.000 dat we nog tot onze beschikking hebben. Kunst en cultuur langs de vecht. Is daar voldoende aan gedaan om dat in ieder geval nog meer gestalte te geven? Eigenlijk moet die vraag een beetje beantwoorden met het feit dat we de afgelopen periode kunstwegen hebben geprobeerd om dat op te zetten in de verschillende vechtdalgemeenten en in Zwolle bovendien. Maar daar hebben we geen middelen meer voor beschikbaar gesteld voor de komende jaren. Omdat zowel in alle gemeenten is eigenlijk wel gebleken dat we er onvoldoende vertrouwen in hebben dat het project Kunstwegen tot zijn recht komt. Vandaar dat dat we daar eigenlijk niet meer op hebben ingezet. Kunstwegen was vooral bedoeld om ook voor recreatie en toerisme iets toe te voegen. Dat heeft afgelopen jaar is dat onvoldoende bewezen dat het gelukt is. Vandaar dat het besloten is in samenspraak met andere gemeenten om daar geen middelen meer voor beschikbaar te stellen. En D66 vraagt nog naar het doel van de kadernota. Nou ja, of tenminste u bedoelt eigenlijk te zeggen van dat het onvoldoende tot zijn recht was gekomen nog? Of? Nee. Ik bedoelde te zeggen dat ik met name geïnteresseerd ben in de acties en hoe we de doelen gaan bereiken. En dat dat nou net in de notitie cultuurbeleid die nog gepresenteerd moet worden, moet komen. Klopt. En dat ik verder met die kadernota wel uit de voeten kan. Ja. Het is heel belangrijk om nu richting te bepalen en om ambities uit te spreken.
En een aantal zaken, ja, dat is voor ons ook belangrijk om te weten welke ambities zijn er bij de Raad. Zodat we op een hele goede manier die notitie in december hoop ik nog steeds te kunnen presenteren. Volgens mij heb ik de vragen voor het grootste deel gehad, voorzitter. Ik zie er geen opmerkingen meer op mijn lijstje staan. Mocht dat wel zo zijn, dan hoor ik dat graag. Dank u wel voor beantwoording. Ik kijk nog even rond. Volgens mij heb ik ze ook allemaal afgevinkt. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, ik zou eigenlijk wel willen antwoorden op de vraag die de wethouder ook stelt. Want hij vraagt van kunst op straat, wilt u dat raad, wilt u dat behouden? Ja, is mijn eenvoudige antwoord dan. Het is een belangrijk onderdeel waar grote groepen uit onze gemeente en gemeenschap toch bij betrokken is. En in ieder geval een groot deel plezier aan ontlenen. En we hebben het afgelopen vrijdag ook weer gezien. Dus die eenvoudige vraag kan ik ook met een eenvoudig antwoord afdoen. En toch nog even over het budget. Het blijft een beetje sappelen, begrijp ik. Wordt in ieder geval niet meer. En de financiële positie van Dalfsen geeft nou niet direct aanleiding voor al te veel gesomber. Dus ik zou toch het college willen oproepen om daar iets ruimhartiger naar te kijken. Want het levert natuurlijk wel het een en ander op in onze gemeenschap. Het is geen weggegooid geld, om maar even dat woord toch te gebruiken. Dus ik zou het college ook willen oproepen om met iets ruimhartiger blik naar dat cultuurbeleid te kijken. Financiële blik. Meneer Formatos. Nou, de voorjaarsnota wordt binnenkort gepresenteerd en daar hebben we geen extra middelen beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Dus in die zin hebben wij een voorlopige balans opgemaakt. Maar eindelijk is het aan de Raad om daar een oordeel over te vellen. Ja, maar aan de andere kant, wij hebben hier voor liggen een cultuurnota die door de Raad moet worden vastgesteld. En om ervoor te zorgen dat we straks eind van het jaar een duidelijke uitwerking van de kadernota of van de cultuurnota krijgen. Nou, we hebben ook uitgesproken dat we het budget neutraal willen uitvoeren. Maar dat betekent dat we wel heel gerichte keuzes moeten gaan maken. En dan is het voor ons makkelijker om nu al te zeggen van wat ziet u dan graag wel terugkomen en wat ziet u eventueel niet terugkomen dan daarin. Dat maakt het voor ons wat gemakkelijker, dat u niet overvallen wordt met een notitie waarvan u zegt van ja, maar dit hadden we nou net niet bedoeld. Meneer Royakkers, u wilt erop reageren? Nou, ik geloof dat de heer Wildvang nog even wil doorgaan. Ja, want ik reageer toch even op het antwoord, want ik vind het van een behoorlijke flauwheid om nu te zeggen de voorjaarsnota ligt volgende maand voor of eind van deze maand voor. Dat is nou net precies het punt waar ons grote ongemak steeds op zit. Dat je aan de voorjaarsnota aan alle kanten afgeknepen wordt om aan het eind van het jaar bij de jaarrekening weer tonnen over te hebben. En dan hier vervolgens te horen te krijgen van ja, het kan even niet, we hebben geen geld. Daar word ik echt flauw van. Als hier een cultuurnota ligt waarin wordt voorgesteld om het budgetair neutraal te doen, dat snap ik overigens nog wel, dat is uw voorstel, dan wil ik niet direct terugkrijgen op het moment dat ik iets aanvullends vraag, want nee, moet maar in de voorjaarsnota. Kom op, we hebben het nu over deze notitie. Moet hier nu ook fatsoenlijk antwoord op komen. Meneer Vermatos. Het antwoord stond al in de notitie, wat dat betreft had u de vraag niet hoeven te stellen dan. Ja, maar dat is helemaal... Meneer Wildvang. Dat vind ik toch echt wel helemaal te gek worden. We hebben het hier over deze notitie en er wordt aan de Raad gevraagd om iets om dit vast te stellen. En dan mogen we er toch ook wat van vinden en iets over vragen. Kijk, als u zegt, je mag wel vragen naar het budget, maar veranderen het toch nooit een keer. Leg het me dan niet voor, zou ik zeggen. Dan kunt u het beter misschien aan uw mederaadsleden vragen in dit geval. Met het voorstel van het college is heel duidelijk geformuleerd. Dus liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Budget neutraal uitvoeren. Het enige waar ik mee worstel is van de keuzes die we dan gaan maken. Ik begrijp dat we dan moeilijke keuzes soms moeten maken en dingen gaan weglaten waarvan we zelf zouden zeggen van wat jammer dat dat gaat gebeuren. Maar die keuze moet gewoon gemaakt worden en die willen we dan ook maken. Dank u wel, meneer Vermatos. Ja, mag ik er nog een laatste opmerking over maken? Nog een laatste en dan kunt u straks de rest meenemen in opinie. Ik vind namelijk dat echt wordt weggelopen voor wat hier nou voor ligt. Het antwoord had ook kunnen zijn van ik hoor het u zeggen en ik ben het ermee oneens. Ik houd me bij het voorstel. Dan was ik ook niet gelukkig geweest, maar dat was wel het echte antwoord geweest. Nu wordt het teruggelegd, in de Raad gelegd
Het is een collegevoorstel. Ik vind dat u voor uw eigen voorstel moet gaan staan. En daarvan moet vinden wat u ervan vindt. En daar hoef ik het niet mee eens te zijn. Maar u moet er wel voor gaan staan en niet wegleggen bij anderen. Nou, ik ga er niet voor staan. Ik ga er volledig achter staan zelfs. Dus dat is misschien nog beter. Maar het is de bedoeling nu dat, zoals de kadernota vraagt, om uit te spreken welke ambities en welke ontwikkelingen heeft u, staat u voor ogen. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat zou mij, het zou mij wat gemakkelijker maken. U heeft duidelijk gezegd, kunst op straat wilt u behouden. Daar ben ik zelf ook een groot voorstander van. Maar we hebben wel te maken met het feit dat de provincie dus heeft aangegeven daar nog geen besluit over te willen nemen. Dat betekent dus ook, mochten de financiële consequenties dusdanig hoog zijn, dan besef ik ook heel goed, stel je voor dat wij het dubbele moeten betalen, dat er dan nog maar 171.000 euro overblijft. En dat betekent dat dat weer consequenties heeft voor de andere onderdelen van het beleid. Dank u wel, meneer Van Matos. Ik kijk nog even rond. Meneer Royakkers. Ik had inderdaad begrepen dat het de kadernota was die de kaders aangeeft waarin het toekomstige cultuurbeleid zou moeten voldoen. En dat we er als raad daarover spreken. Maar nou hebben we een zeer welbespraakte wethouder. Maar als ik probeer conclusies te trekken uit zijn verhaal en het gewoon in harde cijfers vertaal, is zijn voorstel eigenlijk: raad, als je doet wat ik voorstel, dan hebben we niet alleen budgetneutraal 191... maar waarschijnlijk 191 min 10, omdat de provincie niet meer bijdraagt aan kunst op straat. En dan nog eens een keer min 45, omdat we er ook van uit moeten gaan dat de provincie die bijdrage ook niet meer levert. Dus hebben we het risico dat we in plaats van 191 plus 45, 191 min 10 hebben. Dus dat scheelt 55.000 euro. En dan is de vraag of dat je dat budget neutraal noemt voor de kunsten. Ik denk het niet. Dat is dan misschien budgetneutraal voor het budget van de gemeente Dalfsen. Maar dat betekent wel dat we een derde gaan inleveren in wat we aan cultuur en kunst kunnen bieden. En de vraag is of we dat willen. Meneer Van Matos, wilt u dit rekensommetje? Nou, die rekensom die klopt niet helemaal hoor. Gelukkig maar. Maar tot nu toe hebben we 191.000 eigen budget plus het 45.000 voor het cultuurarrangement. Dus totaal 236.000 euro tot onze beschikking. Dat is het huidige budget. Stel je voor dat het cultuurarrangement wat minder wordt. Nou, misschien komt dat op. Maar goed, dan gaat er wat vanaf. En die 10.000 weet ik niet waar u die vandaan haalt. Dat was alleen maar het voorbeeld dat ik gaf van. Stel je voor dat de provincie nou financiële middelen niet meer gaat ondersteunen. Of tenminste de kunst op straat niet meer gaat ondersteunen. Dan kan het betekenen dat het kunst op straat voor ons duurder gaat worden. Dat heb ik proberen te zeggen. Dan is het nu duidelijk dat het budget neutrale betekent voor Dalfsen 236.000 euro. Want ik had al zo even begrepen 191, omdat die 45 zou vervallen. Maar u weet wat er in die voorjaarsnotitie staat, ik nog niet. Dus vandaar dat het wel handig is om te weten. Wat u bedoelt met de voorjaarsnotitie. Het wordt onnodig ingewikkeld allemaal, denk ik. Ik denk dat we nu vooral ons moeten gaan. Ons gaan bezighouden met de inhoud van deze kadernota. En de financiële gevolgen, dat zult u dan. Dat staat hier duidelijk in voor, 191.000, dat is ons budget. En die cultuurarrangement, daar hebben wij de afgelopen jaren, dat is al lang uitgesproken. Tot en met dit jaar stoppen we als gemeente daar 15.000 euro in. En de provincie heeft de afgelopen jaar in het cultuurarrangement 30.000 euro gestoken. Maar al met al, kom je daar wel op over die periode. Over een bedrag van 191.000 plus, die genoemde bedragen. Maar laten we het daar vooral nu even niet over hebben. Budgetneutraal, dat is het uitgangspunt. En, ja, maar dat is echt zo. En daarmee is het cultuurarrangement maakt het nu even wat ingewikkeld. Doordat we niet helemaal zeker weten van wat daar de consequenties van zijn. Maar daar moet u van uitgaan, van die 191.000. En dus. Het welbespraaktheid van de meneer. Royakkers, even weer, voorzitter. Duidelijk is dat het budget 191.000 is en eventueel andere zijn flexibele zaken die misschien nog naar ons toe komen, maar het is geen zekerheid. Dat klopt, ja. En akkoord. Het is eindig, het cultuurarrangement is eindig. Het komende jaar loopt het nog door en daarna voor 2017 en verder moet nog een besluit genomen worden. Door de Staten? Ja.
Duidelijk. Daarmee wil ik deze discussie... Nou, voorzitter. Nee, niet de discussie die aan mijn rechterkant ging. En ik wil nu naar de linkerkant en aan u, de heer mevrouw Snijder. Ik wou heel graag de heer Wildvang nog even steunen. Doordat wij nu niet goed kunnen zeggen wat wij eigenlijk steunen op dit moment. Er worden keuzes gemaakt, maar wij weten niet wat de gevolgen zijn. De vraag is ook blijven liggen van wat zijn nou de gevolgen voor de verenigingen en de organisaties. Dat hangt toch heel erg af van het budget. Is het niet mogelijk dat we het anders omstellen en aan de wethouder vragen om met een overzicht te komen bij de voorjaarsnota. Wat zijn nou de gevolgen van deze keuzes? De gevolgen... Meneer Van Martels. De gevolgen van de keuze die komen later pas aan bod. Het gaat nu echt om een kadernota waarin we uitspreken wat zijn de ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen willen we graag zien en welke ambities hebben we? Dat is het enige wat u nu hoeft uit te spreken. Wat dan de definitieve consequenties zijn, dat zullen we pas in december... zal dat het levenslicht zien. Ja, maar voorzitter, dus, als ik mag, die ambities zijn zo hoog dat we toch ervan uit kunnen gaan dat het meer geld gaat kosten. Als wij ons hier uitspreken voor kunsten op straat, we willen misschien iets meer met beeldende kunst, maar we kunnen op dit moment niet overzien wat de gevolgen zijn. Dan kunnen wij wel alles wel zeggen wat wij willen, maar als het prijskaartje wat u zegt budgetneutraal blijft, dan zouden wij graag inzage willen hebben wat het gaat kosten. Dat komt dan te zijner tijd wel. Het is nu echt zo dat we aangeven, we hebben al een paar keuzes gemaakt, hè. Ik bedoel, het kunst op straat, in principe zijn we als college ook een groot voorstander van. Dus het is ook niet onze bedoeling om dat weg te bezuinigen, in tegendeel. Van de andere kant hebben we ook gezegd, die vraag die kwam ook van de PvdA, van wat doen we met de beeldende kunst? Nou, daar hebben we op het moment, willen we daar geen budget voor vrijspelen. Dus wat dat betreft zeggen we al heel veel in dit stuk. Alleen de definitieve uitwerking, ja, die komt later pas, zult u die tegemoet zien. En zo werkt het altijd met kadernota's. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voor het, want ik ben ondertussen de draad een beetje kwijt. Want ik had begrepen dat we het over een kadernotitie hebben en dat we niet individueel over allerlei projecten nu al besluiten gaan nemen, maar dat we dat straks krijgen en dat we dan keuzes kunnen maken. Je kunt nu toch nog geen keuzes maken, want we weten helemaal nog niet wat er allemaal is. Wat we kunnen doen is kaders aangeven, zeggen wat we belangrijk vinden of niet belangrijk vinden. En dat het streven dan is budgetneutraal, dat denk ik, dat is mooi, maar misschien komen er wel straks wel dingen uit dat we toch zeggen van nou, passen wel vaker dingen aan, er moeten dingen aangepast worden. Dus volgens mij moeten we gewoon terug naar een kadernotitie. Dat, maar hij staat geregistreerd dat we een besluit over moeten nemen. En het voorstel is dat over die kadernota ter besluitvorming wordt aangeboden, om daar later dit jaar in een cultuurnota dat te kunnen uitwerken. Maar we weten dat we met een basisbudget van 191 zitten, maar dat verschillende fracties de nodige wensen hebben om toch nogal wat op te plussen. Daarvan zegt hij heel duidelijk van daar zijn geen mogelijkheden voor. Dat is wat het vraag- en antwoordspel betreft op dit moment. Eigenlijk stel ik voor om naar de opinie te gaan, hoe u daar die opinie naar buiten brengt en dat we daaruit kunnen concluderen hoe we hier verder mee moeten. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ik ben blij dat we naar de inhoud kunnen gaan, want cultuur is gewoon een goed iets. Het geeft onze identiteit als gemeente en wij hechten er als CDA daar enorm veel waarde aan. Het thema zeg maar, van de kadernota is cultuur doen we samen. Wij zouden dat ook nog graag willen aanvullen met van en voor alle inwoners. Nou, dan wil ik drie punten naast, en laat ik dat voorop stellen, dat de kadernota ons goed inzicht geeft. Dat wij heel veel elementen terugzien waar we erg blij mee zijn. En dat we juist die verbinding die cultuur ons geeft in de samenleving willen stimuleren. Omdat we ook in deze tijd in de samenleving vaak zien van dat er juist veel verwijdering is. Dus die verbinding die stellen we erg op prijs. Nou, drie dingen die wij mee willen geven. Allereerst de Schat van Dalfsen. Daarmee hebben wij als gemeente goud in handen wat ons betreft. Als je het dan hebt over identiteiten, vinden we juist dat element
de schat van Dalfsen ons oorsprong, ons daadwerkelijke identiteit verlenen. Wij zouden dat niet willen beperken alleen tot de kern Dalfsen, maar dat als cultureel erfgoed willen inzetten voor alle kernen. Nou, dat is het eerste punt. Het tweede punt is het stimuleren van eigen initiatief. En we krijgen de indruk dat culturele evenementen veelal zich richten op de kern Dalfsen. Het is net ook al gezegd, wat ons betreft stimuleren we ook de cultuuruitingen of evenementen meer in de andere kernen. En dat mag wat mij betreft ook kunst op straat zijn in andere kernen. En als derde punt wat we graag mee willen geven, cultuur is voor jong en oud. En laten we de cultuur op straat, maar ook bijvoorbeeld het schat van Dalfsen, juist toegankelijk maken voor onze jeugd. Die drie dingen willen we graag nog meegeven. En verder wensen we veel succes met de verdere uitwerking van de nota. Dank u wel, meneer Kortsier. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. En dank u wel. Nou, de kadernota is wat ons betreft inhoudelijk eigenlijk wel oké. We hebben daar een paar opmerkingen, inhoudelijke opmerkingen over gemaakt. Maar verder is die wat ons betreft prima. Mooi dat het stuk er nu ligt. Goed uitgewerkt. Prima. Het is één maar, en die hebben we net ook al even uitvoerig bij de kop gehad. Want één van de kaders die mee wordt gegeven is het financieel kader. Dat is ook een onderdeel van zo'n kadernota. En dat is ons net iets te gemakkelijk om dan maar te zeggen van het is budgetair neutraal, terwijl je de uitwerking van de andere kaders nog moet doen. Overigens zijn we er helemaal niet op uit om het budget op te rekken. Integendeel, als het kan binnen het bestaande financiële kader, prima. Maar ik zou dat niet in een soort financieel beton gegoten willen zien. Dus dat moet dan wel bij de uitwerking van die andere kaders, die zullen wellicht ook voor een deel hier op tafel komen, moet dat wel aan de orde komen. En dan zou ik niet op voorhand me helemaal vast willen leggen op dat financiële kader. Nou ja, ik zou namelijk af willen, want het college trekt dat wel een beetje over zich heen, dat we wel als gemeente graag iets willen met kunst en cultuur, maar het mag vooral niks kosten. In ieder geval niet meer dan het financiële kader. Nou, dat is volgens mij niet de bedoeling. Zo zit u er volgens mij ook niet in. Maar dat moeten we dan ook hier wel vaststellen. De kadernota prima, het financiële kader als uitgangspunt ook wel prima. Maar laten we wel de ruimte houden om daar waar we toekomen aan de invulling van de inhoud, dat we dan ook de ruimte houden om waar dat wellicht nodig is ook het financiële kader aan te passen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Royakkers, D66. Ik sluit mij graag aan bij deze woorden en met name ook bij de opmerking van de heer Kortsier, dat dit over de inhoud gaat. En die Wildvang had het er ook al even over. Ik ben ook blij met de inhoud van die kadernotitie. Ik maak me alleen zorgen dat het zogenaamde budgetneutrale in feite een enorme vermindering van het budget gaat worden als de provincie niet meer die bijdrage verleent. En daar wilde ik voor waarschuwen, voorzitter en collega's. En wat dat betreft sluit ik me bij de heer Wildvang aan dat we dan ons de vrijheid nemen om even, als we weten wat de provincie straks gaat doen, deze budgetneutrale nog eens een keer onder de loep nemen om te kijken of dat we niet meer kijken naar wat we als inhoud willen. En wat mij betreft wordt dat zelfs goedkoper. Wat mij betreft hoeven we het geld echt niet op te maken als het niet nodig is. Maar dat we vooral kijken wat we willen inhoudelijk. Dank u wel, meneer Royakkers. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een korte en duidelijke kadernota kunst en cultuur. Onze dank hiervoor. Als fractie steunen we de grote lijn van deze notitie en ik zal ze niet allemaal nog eens een keertje opnoemen. Er gebeurt heel veel in onze gemeente en dat is iets om trots op te zijn. Het zorgt voor reuring en gezelligheid, het biedt ruimte aan schoonheid en ook aan stil genieten. Daarnaast willen we wel een aantal aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking en ik noem er vijf. Het eerste, in 4.1 wordt de visie uitgewerkt. We vinden dit wat mager, wat vaag omschreven. Wat er staat is mooi, maar we missen een duidelijke visie toegespitst op de verantwoordelijkheid van de gemeente op dit gebied. De vraag naar een visie wordt ook wel benoemd bij erfgoed en identiteit, maar is ook breder dan dat. Dus we zouden dat graag nog wat meer toegespitst zien. Tweede punt gaat over de onduidelijke positie van de cultuurhuizen. Deze wordt wel genoemd, maar in de verdere uitwerking komt die niet meer terug. Wat willen we daarmee? En welke plek moeten ze over 10 jaar hebben? En hoe komen ze daar? En dan gaat het over programmeren, samenwerken, vernieuwen. Blijven het oneerbiedig gezegd verzamelgebouwen of worden het echte cultuurhuizen met de hoofdletter? Derde punt.
De nota kiest voor de jeugd als speerpunt. En dat vinden we prima, maar vergeet ook de ouderen niet. In hun jeugd was er meestal geen tijd en geld voor dit soort zaken. En ze komen nu pas toe aan kunst en cultuur. En dat ervaren ze vaak als heel waardevol en verrijkend. We pleiten daarom ook voor voldoende aandacht voor deze groep. Het vierde punt gaat over de schat van Dalfsen. Actueel, ambitieus. Deze ontwikkeling wordt benoemd als kans, maar we missen eigenlijk de verdere verbinding met alle andere verschillende elementen die genoemd zijn. Het lijkt nu een beetje een op zichzelf staand project te zijn en te blijven en dat zou jammer zijn. Als laatste, zo vaker genoemd vanavond, vragen we aandacht voor een evenwichtig beleid over alle kernen. Passend ook bij de identiteit van de verschillende kernen. Afsluitend, voorzitter. Kunst en cultuur in brede zin bieden mensen de gelegenheid om zich te ontspannen, te verwonderen, om mee te doen en om elkaar te ontmoeten. En op deze wijze dragen ze bij aan een duurzame samenleving. En in deze zin zijn kunst en cultuur dan ook onmisbaar. En dat vraagt om een duidelijk en tegelijk een uitdagend beleid. Zoals al gezegd steunen we de grote lijn en hebben we voor 5 punten meer aandacht gevraagd. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Snijder, gemeentelijke belangen. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn het zeker mee eens dat er een nieuwe cultuurbeleid moet komen. Er is ook veel veranderd sinds we de vorige nota hebben vastgesteld. Er zijn heel veel ontwikkelingen geweest op het gebied van cultuur, educatie en archeologie. En mede daardoor is het ook levendig geworden in onze gemeente. Aandacht geven aan nieuwe projecten is wat ons betreft goed, maar we moeten de huidige verenigingen en organisaties niet vergeten. In de vorige nota hebben we juist hen heel erg financieel gesteund. Dus het zou wel heel bijzonder zijn om daar nu van af te wijken. En u schrijft immers zelf ook: het behoud van de vitaliteit en kwaliteit van leven in de kern van de gemeente Dalfsen staat centraal. Dat behoud komt mede door onze verenigingen en organisaties. Ambities hebben is goed, maar wat ons betreft mag dit niet ten koste gaan van huidige subsidies voor bestaande verenigingen. Want die verenigingen hebben ook steeds nieuwe ambities, moeten ook nieuwe projecten ontwikkelen en het cultuurniveau in Dalfsen proberen zo hoog te houden. Ook is het voor de jeugd heel gemakkelijk om via een vereniging, koor of organisatie in aanraking te komen met cultuur. U schrijft immers zelf ook dat de verenigingen het steeds moeilijker hebben. De kaders en contouren van deze kadernota kennen een hoger ambitieniveau dan het huidige beleid. Maar de doelstelling is om binnen de bestaande budgetten het beleid te realiseren. Door budgetten doelmatiger in te zetten en meer te focussen, denkt u binnen hetzelfde budget die ambitie te kunnen realiseren. Dus budgetneutraal. Dat is natuurlijk een goed streven. Maar als de ambitie hoger wordt, vragen wij ons af of dit realistisch is. Wij denken dat dit geen goed kader is. Zoals gezegd kunnen wij op dit moment niet overzien wat de gevolgen zijn voor de verenigingen. Ook zelf kunt u dat niet aangeven. En wij zijn ook erg benieuwd naar de reacties van de kant van de verenigingen. Communicatie is altijd een belangrijk item en ook nu. Met name op dit laatste punt, dus in verband met de burgerparticipatie, dat die mensen ook allemaal uitgenodigd worden. Maar ook met de bekendheid van het Jeugdcultuurfonds. Dat zou wat ons betreft meer gecommuniceerd moeten worden. In eerste instantie denk ik al aan de website van de gemeente Dalfsen. Nu de Vecht bevaarbaarder wordt, kunnen wij ons ook voorstellen dat er langs de Vecht wel meer kunst wordt gerealiseerd. Ook daar zouden wij graag meer op in willen steken. We hebben afgelopen vrijdag nog gezien dat kunst op straat echt een begrip is geworden in de gemeente Dalfsen. Dat brengt de hele bevolking op de been en dat is dan weer goed voor de verbinding, dus ook daar zouden wij graag op in willen steken. Tot slot hebben we nog een compliment voor de combinatiefunctionaris. Zij vormt een prima verbinding tussen onderwijs en cultuur. Kortom, voorzitter, wij zijn best positief over nieuw cultuurbeleid, maar we zijn erg bang voor de grote gevolgen die de verenigingen en organisaties hiervan gaan ondervinden. Wij zijn het dus ook in eerste instantie niet eens met het financiële kader en ik zou het graag mee terugnemen naar de fractie. Dank u wel, mevrouw Snijder. Dit allemaal horende, wilt u nog reageren, meneer Van Martels? Nou, dat kan kort zijn. Ik bedoel, dank voor de richtinggevende uitspraken die gedaan zijn. Het helpt ons heel erg om voor te gaan met in ieder geval het formuleren van de nieuwe notitie. En wat dat betreft geeft het voldoende houvast. En daar is deze kadernota uiteindelijk voor bedoeld. Oké. Ik hoor toch van verschillende fracties dat ze wel akkoord zijn met de kadernota, dat er veel goede zaken in zitten. Ik hoor heel vaak terugkomen de verbreding naar andere kernen.
Dat er ook van die andere kernen een eigen initiatief moet komen. Dat het ook voor de jeugd, maar ook aan de andere kant, dat we de senioren niet moeten vergeten. En dat we het niet in financieel beton moeten storten. Maar daar kunt u in de cultuurnota die we eind dit jaar krijgen, kunt u daar ongetwijfeld nog op terugkomen. Voor de rest wordt er ook gezegd dat de bestaande verenigingen, dat we die ook moeten behouden, dat we die ook moeten stimuleren. Dit allemaal doornemende visievragen zijn zaken die, waar u inderdaad het nodige mee kunt doen. Er zijn nog een paar punten gesteld die we in de raadsvergadering van deze maand moeten bespreken, denk ik, waar u op terug moet komen, of waar de fracties op terug willen komen. En daarom stel ik dat dit als bespreekstuk naar de raadsvergadering van juni gaat. Mag ik even één opmerking maken, voorzitter? Ik heb misschien het enige bespreekpunt is dan misschien iets over de financiën, want over inhoudelijk gezien heb ik voldoende munitie om ermee verder te gaan. Dat is geen enkel punt. En ik heb ook niet het signaal gekregen dat ik nog vragen moet beantwoorden van de raad. Volgens mij zijn die vragen beantwoord. Nou, ik denk dat ik het samengevat. En er is ook een partij die het nog terug wil nemen naar de fractie. En daarmee komt het toch in de raadsvergadering van eind deze maand terug. Als bespreekstuk eind deze maand terug. Daarmee kom ik op het eind van dit gedeelte van de vergadering. Ik schors de vergadering en ik wil die schorsing gelijk samen doen met een koffiepauze. En over een kwartier wil ik met een besloten vergadering, waarbij alleen raadsleden, commissieleden, directieteam, Griffie en eventueel ambtenaren aanwezig mogen zijn. Over een kwartier wil ik daarmee starten.